het idee dat je volledig met alle kwaad kunt afrekenen na een oorlog of wat voor ellende zich heeft voltrokken is natuurlijk een illusie. Dat is gewoon niet mogelijk. Ook in Oost-Europa is niet met alle boeven afgerekend na 89. Het verlossen, kunt u mij horen? We praten nog even door over vragen die zijn binnengekomen na de laatste aflevering. Die ging over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Kun je terugluisteren via de link in de show notes. Veel vragen over hoe is er nou afgerekend met de oorlogsmisdadigers in de jaren na de Tweede Wereldoorlog? Ah, ja, daar heb ik misschien wat weinig aandacht aan besteed. Eigenlijk niet zoveel stappen. Want al heel snel is een amnestiewetgeving aangenomen voor de kleine nazi-overtreders. En eigenlijk is in Duitsland geen echt werk gemaakt van het hele nazi-verleden. Tot eigenlijk pas in de jaren 60. Met name door documentaires en televisieseries die zaak toch een wezenlijk en belangrijk onderdeel is geworden van de publieke discussie. En toen zijn wel een aantal mensen voor het gerecht gebracht. Maar is dat op een in alle opzichten voor iedereen bevredigende wijze gedaan? Daar zou ik zeggen nee. He, want je hebt nu nog wel eens processen tegen kampbewakers. Wat dan ongelooflijk treurige schuivende mannen zijn van 95 of zo. Dan begrijp je natuurlijk dat we er dan wel een bijzonder laat bij zijn. Dus over het algemeen is het wel zo dat Duitsland veel meer dan Japan... Is daar een maatschappelijke discussie gevoerd waarin duidelijk is geworden voor velen en zeker ook voor de jongere generaties wat Duitsland gedaan heeft tussen 33 en 45. Vandaar dat dat nog steeds ook speelt in Duitsland. Kohl heeft nog midden in Berlijn een enorm monument voor de Holocaust laten aanleggen. Naar mijn idee een afschuwelijk ding, maar goed, dat is vers 2. Als je daar dan toch bent, daar midden in Berlijn, het is ook vlakbij waar Hitler's bunker was, dan moet u een beetje naar boven lopen, het helpt daar ligt, en dan ziet u een bordje staan. En daar staat op Hannah Arendtstraat. En dat vond ik eigenlijk als monument veel indrukwekkender dan dat hele verschrikkelijke ding wat Kohl daar heeft laten bouwen. Hannah Arendtstraat. Dat is toch niet waar, een Joodse filosoof die er maar net ontsnapt is in 33 naar Tsjechoslowakije, die dan tenslotte naar Frankrijk gaat, waar ze ook maar net ontsnapt, en die dan als filosoof wereldberoemd wordt in de Verenigde Staten. Maar geheel terecht heet het daar Hannah Arendtstraat. Want er zijn ook verhalen dat de Duitsers na de oorlog vooral alle daden van de nazi's ontkenden, en dat pas later echt de erkenning kwam van de misdaden. Nou, niet zo simpel is nou ook weer niet. Het was meer zo dat de Duitsers de neiging hadden om te zeggen, ja, het was de regering, het was de SS, het was de Gestapo, en wij wisten eigenlijk van niks. We hebben dus niet gewoest. En met name was er een zekere mythologie dat het Duitse leger, de Wehrmacht, dat die zich over het algemeen fatsoenlijk had gedragen. En dan is er in de jaren 60, 70, niet waar, wordt ook duidelijk dat ook de Wehrmacht zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat was voor veel Duitsers een enorme schok. Niet waar, ook uit onderzoek blijkt dat bij de Holocaust zeker 100 tot 200.000 Duitsers direct betrokken waren. Dus uiteindelijk is toch in Duitsland wel een volwassen maatschappelijke discussie gevoerd over de onbeschrijfelijke ellende en misdaden die het Derde Rijk heeft voltrokken. Maar dat kwam laat, laten we het zo zeggen. In Japan is het nooit gekomen, maar in Duitsland kwam het laat. Okay. En er zit ook iets in, ja, had je met alle nazi's af moeten... Kijk, goed, eerste kiezingen, bondskanselier van, wat was het, van 66 tot 69, zo. Die was lid van de nazi-partij geweest, maar je kon niet met iedereen afrekenen. Het is een beetje het dilemma wat ook bestond in Tsjechoslowakije. Niet waar, na het wonderjaar 89. Hè. Een heel land, een heel ambtelijk apparaat
vrijwel alle, maar niet alle Duitsers natuurlijk. Maar een groot deel van de Duitse bevolking was betrokken bij het Derde Rijk. Heeft Hitler toegejuicht. Ik kan mijn eigen moeder als voorbeeld geven. Mijn eigen moeder. Die was een jaar in München in 1938. Ik geloof als een soort van au pair. En die heeft mij nog eens bekend. Die zei van ja, ik was ook uitgelopen om Hitler die reed in een open auto door de stad. En ik was ook gaan kijken. En toen heb ik de Hitlerhoed gebracht. Toen zei ze tegen mij, vond je dat erg? Vind je dat erg dat ik dat gedaan heb? Ik zei nee, maar ik kan me daar in die menigte best voorstellen dat je de Hitlerhoed hebt gebracht. En ik zag dat je zeker niet kwalijk nemen, maar ze kwam er nog alles op terug. Het gek genoeg, dat ene enkele moment dat zij de Hitlerhoed had gebracht, daar had ze verschrikkelijke spijt van, merkwaardig genoeg. Maar dus het idee dat je volledig met alle kwaad kunt afrekenen na een oorlog of wat voor ellende zich heeft voltrokken, is natuurlijk een illusie. Dat is gewoon niet mogelijk. Ook in Oost-Europa is niet met alle boeven afgerekend na 89. Natuurlijk niet. Dat kan niet. Dus sommige oorlogsmisdadigers zijn er ook gewoon mee weggekomen? Zeker. Ja. Ik weet niet precies. Ik geloof ook een van de medewerkers van Adenauer was had zich helemaal niet goed gedragen in de oorlog. Dus ja, dat gebeurde. Ja. Even kijken, dan is er ook nog een term die misschien wel geval is, maar waar we nog even bij stil moeten staan. Het Wirtschaftswunder, hè? Het economische wonder. Ja, daar heb ik wel even iets over gezegd vorige keer. Ja, want het interessante geval doet zich natuurlijk voor. Dat in 1945 Duitsland volledig in elkaar lag, totaal. Bezet was natuurlijk door vier verschillende bezettingsmogendheden. Waarvan er zeker twee de boel nog eens fijn leeg gestolen hebben. Met name natuurlijk de Franse bezetting was ook geen lolletje, kan ik je verzekeren. En het er zijn tal van getuigen van 1945, met name ook van Amerikaanse en Engelse journalisten, die ook in Duitsland waren en zeiden, dit komt nooit meer goed. Dit is zo verschrikkelijk, het is zo'n gigantische ruïne, dit kan niet meer hersteld worden. En dan in 1955, precies 10 jaar later, produceert de BRD, de Bondsrepubliek Duitsland, dus zonder de DDR, zonder Silesië, zonder Oost-Pruisen, dat produceert meer dan het hele Duitsland ooit voor de oorlog geproduceerd heeft. En dan heeft dan volgens mij in de jaren 50 en 60 het Wirtschaftswunder. Nog steeds natuurlijk is Duitsland economisch een heel succesvol land. Duitsland dacht ik gepasseerde China, maar heel lang is Duitsland de grootste exporteur van industriële goederen geweest ter wereld. En terwijl natuurlijk toch Duitsland wel een groot land is in Europa, maar vergelijkenderwijs een betrekkelijk klein land wereldwijd gezien. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met de hele infrastructuur die Duitse industrie mogelijk maakte. Want die infrastructuur die bleek eigenlijk grotendeels intact te zijn na de Tweede Wereldoorlog. De centra van de steden waren weggebombardeerd. Maar vaak in de periferie van die steden waar die industrie stond, viel het wel mee met de verwoestingen. Ja. Ik weet wel de Europese Amerikanisten, die vergaderden nog wel eens in Berlijn, ben er toen geweest, en die hadden een instituut in Dahlem, dat is een buitenwijk van Berlijn. Nou, als je alleen naar Dahlem zou gaan, en niet naar het centrum van Berlijn, dan zou je zweren dat er nooit een bom gevallen was op Berlijn. Allemaal nog precies intact, zag er allemaal keurig naar uit. Ja, dus dat. Maar goed, Duitsland had een hooggeschoolde bevolking. Duitsland had een industriële infrastructuur. Duitsland had een lange industriële traditie. En Duitsland had, voor de oorlog in ieder geval, het beste universitaire systeem ter wereld. Dat heeft natuurlijk enorme schade opgelopen door de nazi's. Die natuurlijk een deel van de hoogleraren en staf hebben weggejaagd. Omdat het joden waren of anderszins. Omdat ze niks van de nazi's moesten weten. En
tegenwoordig is Duitsland nog steeds, denk ik, op een heel hoog niveau. Maar het is niet meer wat het ooit was. In die zin hebben de nazi's eigenlijk die leidende positie van Duitsland op universitair gebied is overgenomen door een aantal Amerikaanse universiteiten. En misschien tot op zekere hoogte door Oxford en Cambridge. Mm. Dus, welke stap heeft Duitsland genomen om nou de democratie ook na de oorlog te beschermen tegen extremisme? Nou ja, dat was een hele lastig punt. Op zichzelf is die nieuwe Duitse constitutie die gemaakt is in 1949, waarop de Duitse bevolking zelf niks over te vertellen had. Dat is een heel effectieve constitutie gebleken. Die heeft tot op de dag van vandaag heeft die hier goed gewerkt. En in die Rotarmee-fractie-tijd heeft Duitsland wel een soort vuurproef doorgemaakt als het gaat om een soort terroristische bedreiging. En zeker hebben ze in het begin daar eigenlijk te zwaar op gereageerd. Maar ze zijn er tenslotte toch, denk ik, goed uitgekomen. En ze hebben hun diploma behaald, misschien met een zesje. Maar ze hebben hun diploma terrorismebestrijding uiteindelijk gehaald. De Bondsrepubliek heeft de Rote Armee-fractie overleefd. Overigens, die Rote Armee-fractie die werd ook enorm overschat. Zoals ik hopelijk duidelijk heb gemaakt. Ja. En hoe gaat Duitsland dan om met een verschijnsel als dat alternatief voor Duitsland, dat nu toch zowel in de op lokaal niveau als landelijk stemmen weet te winnen? Ja, dat is een probleem. En eigenlijk is dat nog steeds de duistere erfenis van de DDR. En je zou zelfs kunnen zeggen van het feit dat je in de DDR nooit behoorlijk is afgerekend met het nazi-verleden. Veel mindere mate bijvoorbeeld dan in West-Duitsland. En ja, je moet hopen, als je ook kijkt naar de steden in Oost-Duitsland, daar is volgens mij de AfD niet sterk vertegenwoordigd. Naarmate je westelijker komt in Duitsland, is de AfD minder sterk. Maar feit is dat ze in de huidige peilingen boven de SPD staan. En dat is een treurig feit. Anders kan je het niet zeggen. Of ze ook zo hoog zullen scoren bij verkiezingen is vers 2. En dat kan best zijn dat het, wat je in Nederland ook bij de PVV regelmatig zag, dat ze in peilingen dan behoorlijk scoren. En dan denk je, oh jee, waar moet dat naartoe? En dat of omdat mensen dus bij peilingen zeggen, ik ga erop stemmen, dat ook een beetje een soort symbolische daad is. En als dan een bepaald komt, dan stemmen ze er weer niet op. Want de AfD heeft ook al een hele inzinking achter de rug. Ze zijn eigenlijk weer terug van weg geweest. Dus ja, of hoe serieus je het moet nemen, ik zou het niet precies weten. Nee. En jij bent ook vaak in Duitsland geweest, in alle gebieden. Vind je nou dat West en Oost dat echt weer verenigd is en dat het één land is? Of zijn er echt nog hele duidelijke verschillen, zowel zichtbaar, maar ook een mentaliteit tussen die twee gebieden? Ik vind dat er enorme verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland. Maar die zijn eigenlijk gerelateerd aan leeftijd. Ik weet wel, ja, ik kan nog een anekdote vertellen. Dat we stonden dat te filmen in Berlijn bij de plattenbouw. En mijn broer wou een leuk stukje plattenbouw doen. En op het balkonnetje daar verscheen een wat oudere, dikke man. Om naar ons te kijken. En we stonden daar met zo'n televisieploeg. En ik dacht, goh, wat leuk. Ik ben een oudere Duitser daar in de plattenbouw. Bam, prachtig opgeknapt overigens. Hè, allemaal met West-Duits geld. Dus ik knoop een gesprek aan met die man. En ik zei, oh God, woont u hier prettig? Lukt het allemaal een beetje? En die man die begon toch te schelden. Het was vreselijk gewoon. Alle Wessies, al die cameraploegen moesten allemaal opdonderen. Het was verschrikkelijk. Het was vroeger leuk, maar lang niet meer. Nou, deze toon. En ik, min of meer dezelfde dag, of misschien een dag later, ontmoette ik een aantal jongens die notabene afkomstig waren uit die, ik volgens mij uit Chemnitz, waar ook allerlei van die rechtse demonstraties waren geweest. Ja, ik denk dat eigenlijk iedereen die, laat ik proberen te generaliseren, iedereen die bij de Wende, dus in 89 onder de 30 was, of misschien zelfs ook iets boven de 30, die heeft het gewoon, die heeft het volledig aangepast.
Maar voor ouderen was het denk ik een enorme opgave, ja, om je toch te realiseren dat je 40 jaar van je leven in die afschuwelijke DDR had gewoond en dat je dan nu ineens een beetje een tweede rangs burger was geworden. Dat was een probleem. Dus ik vond dat er een groot verschil was, voor zover ik überhaupt met mensen heb gepraat, tussen ouderen en jongeren. Overigens heb ik ook nog bij die gelegenheid een heel gesprek gehad met Egon Krenz, de laatste chef van het DDR Politbureau. En ik vond Egon Krenz, die overigens tenslotte veroordeeld is nog en tijdelijk gevangen heeft gezeten bij mijn weten. Ik vond Egon Krenz heel realistisch. En ja, God, wij waren het slachtoffer van de Koude Oorlog en daar had hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Ik vond het interessant en deels ook aangrijpend gesprek met iemand die eigenlijk zelf ook wel besefte hoe het geweest was en ja, dat ook niet ideaal was, sterker nog in allerlei opzichten helemaal niet deugde, maar dat zij ook een beetje het slachtoffer van de geschiedenis waren geworden en geweest. En daar kon ik wel mee akkoord gaan, ja. Ja. Je gaat er binnenkort ook weer naartoe, hè, naar Duitsland. Ja, we hebben een speciaal DDR-reisje. Waarbij we dan ook allerlei punten bezoeken die nog doen denken aan de DDR. Of die aanleiding zijn voor een betoog over de DDR. En dat doe ik samen met Willem Melking. Overzicht Willem Melking, een heel aardig boekje geschreven over Duitsland. Een heel beknopt boekje, dat heet Moderne Duitsland. En mocht u dat hele verhaal over Duitsland in een beknopte vorm, het zijn geen 700 bladzijden. En nog eens willen nalezen, lees dat boekje van Willem Melking. Modern Duitsland heet het. Ook in zo'n serie van boekjes die beknopt een belangrijk probleem uit de doeken doen. We gaan daar steeds. Ik was zelf het meest gefrappeerd op het platteland van de voormalige DDR. Is de AfD vaak heel actief. En spelen ze goed in op die gevoelens van ressentiment en weerzin tegen de Wessies. Maar ik was toch enorm onder de indruk van Leipzig. Dat je een stad, dat die in feite op instorten stond. Wat daarmee gebeurd is sinds 1989, dat is ook wel te zien als een soort wonder. Nou, niet een Wirtschaftswunder, maar een stadswonder zou je kunnen zeggen. Ook dat geldt ook eigenlijk voor Dresden. Dresden heeft natuurlijk een beetje een ongelukkige reputatie vanwege die wekelijkse Pegida-demonstratie, ook allemaal beregende bejaarden, zal ik maar even zeggen. Maar Leipzig vond ik echt geweldig. En toch een signaal van wat daar veranderd is. En hoe zie je, als je toch ook ziet die musea in Oost-Duitsland, hoe schitterend dat eruit ziet. Dat is, nou ja, ik vind dat West-Duitsland daar best wel eens een keer een pluim voor mag hebben. En die dikke man op dat balkon, die vond ik enorm ondankbaar. Want ook sociale uitkeringen liggen daar op een relatief hoog niveau. Mm. Ik krijg ook nog wat vragen over dit onderwerp, onder andere van René. En die heeft het eigenlijk over iets waar we het net al even over hadden. Waarom zijn er nou na de oorlog zo weinig hoge nazi's opgepakt en veroordeeld? Hij zegt ook in de literatuur is daar weinig over te vinden, over die redenen. Ah, wacht even. Alle hele hoge nazi's zijn in Nuremberg bereikt. En de lui die een beetje een sympathieke indruk maakten, zoals Spier. Die hebben niet de doodstraf gekregen. Maar de hele rest heeft de doodstraf gekregen of had zelfmoord gepleegd. Denk aan Goebbels met zijn vrouw en 7 kinderen. Gruwelijke foto's van. En denk aan Himmler die ook zijn cyanidepil heeft genomen. Denk aan Hitler zelf die zijn leven, die zich van het leven heeft beloofd. Inclusief zijn hond en zijn vrouw. Dus de absolute top, die is natuurlijk wel degelijk gestraft. Wat daaronder zat, weer niet zo. Ook daar hebben tal van mensen trouwens zelfmoord gepleegd. Ja. In 1945, ook daarvan zijn gruwelijke foto's. Hij vraagt ook hoe het met nazi-groeperingen zat, als bijvoorbeeld Odessa. Ja, we hebben eigenlijk sinds 1945 hebben we een eindeloze stroom gehad van neonazi's en hoe gevaarlijk het allemaal wel niet was. Maar met de benefit of hindsight heeft dat allemaal geen zak voorgesteld.
De AfD is eigenlijk een heel ander product dan een soort nieuwe nazi-partij. Eigenlijk is de AfD nog steeds de politieke uitdrukking van de ontevredenheid van de DDR-burger, zou ik zeggen. Dat is uiteindelijk de bestaansgrond van de AfD, die ook een hele andere geschiedenis, die niet wortelt in nazi-sentimenten, maar die een hele andere geschiedenis heeft. Die is opgericht door een hoogleraar die bezwaar had tegen de Duitse deelname aan de euro. Vraag van Daan Waanders, die zegt: waren er in nazi-Duitsland ambassades van andere landen? En had nazi-Duitsland elders ambassades? Ja, natuurlijk. Omvangrijk diplomatiek apparaat, vanzelfsprekend. Dat was een van de dominante naties op het wereldtoneel, dus waarom niet? En Martijn Nieuwenhuis die zegt: met mijn zoon was ik naar Normandië en we hadden het over de strategische fouten van nazi-Duitsland, waaronder het feit dat de productiecapaciteit het hoogst was in 1944. En zijn zoon zei: dat is logisch, dat is altijd zo, want je weet in het begin niet hoeveel je nodig hebt en op het einde wordt je hele economie ingezet voor militair materiaal om dreigend verlies te voorkomen. Zit daar wat in, is de vraag aan jou, Maarten. Ja, dat zit wel iets in, want inderdaad, de Duitse oorlogsproductie bereikt in de herfst van 1944, wanneer die oorlog al totaal verloren is, bereikt die zijn hoogtepunt. Overigens was het wel een heel probleem om alles wat geproduceerd werd naar het front te krijgen. Dat was al een probleem, daar hebben we het over gehad in verband met de bespreking van het boek Oude Warburg Won. Ik moet zeggen, ook veel van, ja, hoe zal ik dat zeggen in het Nederlands, en veel van wat er geproduceerd werd was slordig, zonder die producten. Ja, de motoren vertoonden defecten en de vliegtuigen die deden niet goed. Van die fantastische Messerschmitt 262 niet vaak functioneerde bij mijn weten de helft niet. Dus dat speelde allemaal wel een rol. In die zin, kijk, dat is een heel interessant vraag. Op welk moment had Duitsland de oorlog verloren? En nou, daar kun je over twisten. Dat wil ik best een keer bespreken. Volgens mij heb ik het al eens een keertje besproken, maar ik wil het best nog eens een keer bespreken. Er is veel voor te zeggen dat Duitsland vanaf begin december 1941 de oorlog niet meer kon winnen. Of ze hem al verloren hadden is een tweede vraag die ik ook eventueel probeer te beantwoorden. Maar mijn inzicht was, had Hitler de oorlog vanaf half december 1941 niet meer kunnen winnen. Overigens heeft ook Fritz Todt, die vervolgens bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen, dat gezegd tegen Hitler. En ik dacht zelfs dat een van zijn stafchefs, of wie was het? Nou, die heeft dat ook tegen hem gezegd. Mein Führer, die oorlog is niet meer te winnen. Maar ja, Hitler was niet het soort type dat dan begon te denken over, weet je wat, we gaan eens lekker overleggen en zo. Bovendien hadden de geallieerden besloten die oorlog, ik weet niet precies, in Casablanca, ik weet niet, dat doe ik even uit het oog. In Casablanca besloten dat de Duitsers zich onvoorwaardelijk moesten overgeven. Dus er was helemaal geen sprake van enige vorm van onderhandeling. Het was klaar. En in allerlei opzichten terecht, naar mijn idee. Ja. Dan hebben we hier nog Geert Spikmans, die zegt: je leest nog af en toe in de kranten dat de oude nazi's die nog steeds leven nu nog worden veroordeeld en bijvoorbeeld ook secretaresses van die personen. Wat is het effect en de toegevoegde waarde van een veroordeling, zeg maar, ja, zeer laat op dit moment in de tijd? Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Sommige mensen zullen zeggen: ze moeten sowieso gestraft worden. Ik zie daar de zin daar niet erg van in. Het is een andere wereld. Dus, maar goed, ja, vanuit het perspectief van rechtvaardigheid, waarom niet? Maar is het zinvol? Nee. Heeft het nog grote symbolische betekenis? Naar mijn idee ook niet. De meeste mensen zullen zeggen: wat moeten we met zo'n schuifelende bejaarden? Dat is niet zinvol meer. Maar daar kun je over twisten. Arne Lindhout die heeft het over een trein die in Polen in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog verstopt zou zijn, vol met goud en andere waardevolle objecten in een uitgebreid tunnelnetwerk. Is dit feit of fictie? Volgens mij is dat pure fictie. Een typisch samenzweringstheorie is dat.
Dit verhaal is volgens mij zo oud als de wereld. De trein met goud. Dat is ook. Dan moet je die, hoor, de serie Babylon Berlijn. Daar speelt ook een trein die is van goud. Die speelt daar een belangrijke rol in. Nee, volgens mij is dat allemaal kwetsboek. Oké, en Arne die vraagt ook, heeft Hitler ooit Nederland bezocht? Ja, dat is ook een fameus geval. Volgens sommigen wel, maar volgens de meeste mensen niet. Ik weet niet, volgens mij is dat niet al als... Er is wel een soort circumstantial evidence, maar ik geloof daar niet in. Volgens mij is Hitler nooit in Nederland geweest. Dat hij hier te zoeken, joh. Hij was in Parijs, dat vond hij geweldig. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Joke Bouwmans uit Bilthoven die zegt, waren er tijdens de nazi-tijd vrouwen op hoge posities? En welke rol hadden die vrouwen dan? Nou, totaal niet zoals nu. Dat is al her en der. Ik denk even aan Magda Goebbels. Die was wel invloedrijk in allerlei opzichten. Maar nee, het was iets... Je weet wat de taak van de vrouw was in nazi-Duitsland. Dat was... racistisch zuivere kindertjes produceren. Ja. En dan is er nog een vraag van Marianne Heineman. Die vraagt of jij het verhaal kent van de twee ontsnapte Auschwitz-gevangenen die de wereld wilden waarschuwen voor de werkelijke agenda van nazi-Duitsland met de Joden. Ja, er zijn eindeloos veel waarschuwers. Maar je moet dan dus vrij nauwkeurig uitgezocht wanneer men wist wat er in Auschwitz gebeurde, dat is al in een vrij vroeg stadium. En dan krijg je die hele vraag, had dat dan niet gebombardeerd kunnen worden? Dat was lastig. Auschwitz lag natuurlijk al een heel eind naar het oosten. Dat was 1.1. De Sovjet-Unie wilde daar sowieso niet aan deelnemen. En daarbij komt nog dat je kunt de spoorlijn wel bombarderen, maar die is meestal heel makkelijk te herstellen. Zeker wanneer het gewoon stoomtractie is, geen elektrische tractie, dan zet je een ploegje aan het werk en dan kan de trein eigenlijk meestal binnen 20 uur weer door. Maar dat is ook een eindeloos lopende discussie, eerlijk gezegd. Maarten van de Keibus die wil nog weten of het geloof ook een rol speelde in nazi-Duitsland. Nee, wel. Ze hebben wel natuurlijk volgens mij, ja, een deel van de Duitse kerken heeft meegewerkt aan de nazi's. Lang niet iedereen, maar een deel wel. De Rooms-Katholieke kerk en zo, bij mijn weten wel. Ook later bij de ontsnapping van nazi's heeft de Rooms-Katholieke kerk. Kijk, voor sommige mensen was natuurlijk de strijd op leven en dood met het bolsjewisme. Dat was voor sommige gelovigen ook een zaak van groot gewicht. En volgens mij hebben ook sommige Nederlandse orthodox-christelijke jongeren zich aangemeld voor de strijd aan het Oostfront. Niet omdat ze zulke verschrikkelijke nazi's waren, maar omdat ze dachten dat het nuttig was om het bolsjewistische Rusland te verslaan. Ja, oké. Okay. Nou, mochten er meer vragen zijn, dan weten luisteraars ons te vinden. Dan zie ik nog één vraag van Luc Jansen, 20 jaar uit Wijk bij Duurstede. Die gaat over waar we het al eerder over hadden, de BRICS-landen. Hij zegt, die BRICS-landen willen minder westerse dominantie. Is dat nou een risicofactor voor de EU en de Verenigde Staten? Nee, niet echt. Nee. Als het puntje bepaald zou komen en ze kunnen goed verdienen door bijvoorbeeld contacten met de EU of de Verenigde Staten, dan zullen ze het niet laten. Maar een beetje symbolisch gedrag, dat is fijn. En natuurlijk China is daarbij betrokken, Rusland erbij betrokken. Dat zijn landen die het leuk vinden om in ieder geval symbolisch gesproken niet waar het Westen schade toe te brengen. Waarbij ik het Westen even als een geheel systeem zie waar, laten we zeggen, heel de Europese Unie bij hoort, de Verenigde Staten en de bekende Dominion-landen, dus Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Wat hebben we nog meer? Dat is het beste. Maarten heeft misschien ook gehoord over een nieuw theaterspektakel, namelijk 40 tot 45 de musical. Eerlijk gedacht en nu geschreven ben ik verbijsterd en ook wat in de war, schrijft deze vragensteller. Hoe kan er van een vreselijke oorlogstijd voor zoveel in dit land nu een groot toneelstuk gemaakt worden? Ik ben heel benieuwd wat Maarten daar als historicus van vindt, zegt Alice. Ik begrijp niet dat het een musical is of niet? Dat schrijft zij wel, ja. Ik heb daar niet over gehoord, maar een musical zou dat zijn. Ik moet zeggen, ik heb sowieso niks met musicals. Laat staan, een musical,
kan ook heel serieus zijn. Ik heb het nog niet gezien. Ik ben er ook nooit geweest. Dus ja, het is... voor mij mag het. Het hangt helemaal af van de toon en de liedjes enzovoort. Ik zal de laatste zijn om het te verbieden. Volgens mij kan een musical ook serieus zijn. Of een toneelstuk kan serieus. Of een film. Wat dacht je van films over de Tweede Wereldoorlog? Ook de God aan toe zeggen. Dat moet in de tienduizenden lopen. Ja. En dan is er ook nog een vraag van verschillende luisteraars of het klopt. Dat heeft alles te maken nu met het nieuws over Trump. Dat er een president is geweest die een keer ook is veroordeeld omdat hij te hard met zijn koets door Washington zou hebben gereden. Ja, ik heb geen idee of dat waar is. Dat zou ik op moeten zoeken. Ik zoek het zelf even op. Als het dat incident zich ooit heeft voorgedaan, dan zweer ik u, dan moet dat ergens op het internet te vinden zijn. Ja. En dan moet u wel even checken of het wel waar is, ja of nee. Want niet alles op het internet klopt. Nee. En dit is een vraag van Maarten Mol. New York heette vroeger New Amsterdam. Zoals bekend is dit uiteindelijk geruild voor Suriname. Echter, in New Amsterdam was de voertaal Nederlands. Ik heb wel eens gehoord dat ze vroeger hebben gestemd over de eerste te voeren voertaal en dat Engels boven Nederlands met één stem uitkwam. Heeft deze stemming plaatsgevonden en was het echt bij één stem verschil? Nou, ik weet niks van zo'n stemming. Het lijkt me een niet zo heel waarschijnlijk verhaal. Feit is wel dat natuurlijk ook in New York State... Ga maar kijken naar Kerkhoven daar bijvoorbeeld. Dan zul je zien dat dat allemaal Nederlanders zijn die daar begraven zijn. En bij mijn weten is nog in upstate New York, daar waar Nederlanders wonen, nog tot ver in de 19e eeuw in het Nederlands gepreekt. In de kerken. Maar meer dan dat weet ik er ook niet van. Oké. Beste Maarten, in de vorige aflevering sprak je over je genegenheid voor koeien. Hoe verhoudt deze liefde voor koeien zich tot je mening over dierenrechten en het overwegen van veganisme als een moreel imperatief, wil Kees weten? Ja, je kunt koeien aardig vinden en toch wel eens een biefstukje hebben gegeten. De een sluit het ander niet noodzakelijkerwijs uit, naar mijn gevoel. Maar ik heb vaak genoeg, ik ben wel iemand, een beetje een transitietype als het gaat om vegetarisch eten, maar... Het is er tot op heden niet van gekomen, laat ik het dat. En we hebben hier een luisteraar die rijdt iedere keer naar Duitsland. Dus hij zegt, ik ben een van die mensen die geregistreerd wordt als ik 800 kilometer voor mijn werk vanuit Nederland naar Duitsland rijd. Dus, is dat zo of zij naar Duitsland rijdt? Dat weet ik niet. Ik bedoel, dat hij dan een emigrant wordt of zo? Nou, dan, dat systeem registreert het dan als Duitse luisteraar. En wij houden ons een keer verbaasd over dat er zoveel mensen in Duitsland naar de podcast luisteren. Oh, dat is het. Oké. Ja, ja. Hallo Maarten, is het CDA nu ook niet zo stil over de boeren omdat ze zelf mede deze situatie hebben veroorzaakt? Het CDA was jarenlang aan de macht en samen met allerlei bedrijven hebben ze mede de intensieve landbouw opgetuigd zoals die nu is met alle mogelijke vervuiling van dien. Dus als ze die kaart trekken in deze verkiezingen, dan staat de kritiek daarop klaar, denk ik. Ja, dat is natuurlijk zo. De CDA was daar direct bij betrokken. Maar niet alleen het CDA. Ik bedoel, de hele Nederlandse overheid heeft zich jarenlang ingespannen. Niet waar, om van onze agrarische productie in de meest efficiënte en de meest fabrieksmatige agrarische productie ter wereld te maken. En we zijn daar enorm mee geslaagd. Het is eigenlijk we hebben nu last van het enorme succes wat we op dat terrein hebben geboekt. We zijn de tweede landbouwexporteur ter wereld. Dat is natuurlijk voor een piepklein land een wonderbaarlijke prestatie. Alleen zitten we nu wel met de negatieve nevenverschijnselen daarvan. Maar je kunt niet alleen het CDA de schuld geven. Nee, dat kan echt niet. En Michelle Hamers die zegt, wat denkt u, Maarten, over de opvatting van een hoge officier bij de NAVO, die ik heb gesproken, dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne alleen door diplomatie kan eindigen, ondanks het verwachte verlies van vele mensenlevens? Vindt u dat politici genoeg doen om vredesbesprekingen te bevorderen? Ik denk dat ze dat wel doen, maar dat zullen ze niet al te veel ruchtbaarheid geven. Maar ik denk dat ook de Amerikanen en zo, zij die daar een wezenlijke rol spelen, en ook serieus worden genomen de Oekraïners, dat over dit soort van kwesties wel degelijk wordt gesproken. Ik denk zelf ook
dat het uiteindelijk, dat het niet ooit zou komen tot een eclatante totale militaire overwinning, maar dat er gepraat zou moeten worden. Maar dat is mijn opvatting, mijn mening. En ik heb al eerder zo duidelijk mogelijk proberen te maken dat ik niet, dat het niet aan ons is om dat te besluiten, dat de Oekraïners het uiteindelijk zelf moeten besluiten. En Kevin die zegt, Maarten, naar mijn mening is het respect voor autoriteit en gezag de afgelopen decennia aanzienlijk verminderd. Denk aan het respect voor de politie en docenten, maar ook voor ouderen. Deelt u deze visie en zo ja, heeft u een idee waar dit door komt? Ja, ik denk dat dat deels wel juist is. Gek genoeg dat het deels een gunstige ontwikkeling is, dat het deels een ongunstige ontwikkeling is. Het hangt erg sterk bepaald door situaties. Het is situationeel gebonden. In het algemeen vind ik Nederlanders vrij sympathiek ten opzichte van ouderen en ook wel hulpvaardig. Maar goed, er is ook kijk naar Twitter. Kijk altijd naar Twitter als je wil kijken wat sommige mensen werkelijk van de zaak denken. Daar kun je natuurlijk ook lezen dat bijvoorbeeld in de mediawereld alle oudere mensen maar eens moeten opzodemieten. Omdat ze in feite allemaal al lang dement zijn. En dit soort van argumentatie zo. Maar ik moet u zeggen dat toen ik op de middelbare school zat. En toen onze rector bepaalde hoe lang het haar mocht zijn wat over je oor hing. Dat ik dat een vorm van gezagsuitoefening vond. Die vond ik toen onacceptabel. Ik kon daar niks aan doen. En tegenwoordig zal iedereen zeggen dat de rector van de school daar een bal mee te maken heeft. En terecht naar mijn idee. Dus het is nogmaals, het is sterk afhankelijk van situatie en de aard van het vergrijp wat je ervan denken moet. Je kunt heel lastig generaliseren op dit punt. En David Post die was een paar maanden geleden in Portland in de USA, waar die heerlijk dwaalde in een enorme boekwinkel. En over vrijwel elk wetenschapsgebied, zegt hij, kon je daar een studieboek vinden. Ik kan me herinneren dat je lang geleden ook in Nederlandse studentensteden wetenschappelijke boekhandels had, waar je een uitgebreid studieboekenaanbod kon vinden. Weet u wat er gebeurd is dat ons studieboekenaanbod uit de boekhandels verdwenen lijkt te zijn? Ik weet niet, is dat zo? Ik heb geen flauw idee. Ik moet je als je nou denken aan een Atheneum boekhandel in Amsterdam of Broerse Kemink in Utrecht. Ja, Broerse Kemink heeft wel een tijdje een heel raar beleid gevoerd. Dat de B-afdeling op de Uithof stond en de rest in de binnenstad. Maar volgens mij zijn dat nog steeds. Je hebt in Amsterdam niet alleen Atheneum, er zijn meerdere reusachtige boekwinkels. Waar ook gewoon wetenschappelijke titels staan. Volgens mij is dat. Ja, dat heb je in Amerika ook. Over Amerika hoogst zeldzaam. Meestal gekoppeld natuurlijk aan universiteitssteden. En zo is het in Nederland niet anders, denk ik. Kijk, als je natuurlijk in, weet ik veel, in Hogezand, Sappemeer, daar zal misschien. Misschien is dat best een aardige boekhandel. Maar ja, een gigantische collectie zal er niet staan. Maar ik zou niet weten waarom. Ik ben misschien al tijd lang, zoals iedereen weet, vermijd ik zoveel mogelijk het centrum van Amsterdam te bezoeken. Niet waar, omdat ik ergens hopeloos gestemd raak over de mensheid, dan is het daar. Maar voor de rest zou ik denken, is er niks mis met onze grote boekhandels, nee. En dan nog één vraag van Jonathan. Die zegt, wat weet u van het koloniale verleden van Douwe Egberts? En wordt het ook niet dus tijd dat bepaalde bedrijven en organisaties die hebben geprofiteerd van het koloniaal verleden sorry gaan zeggen? Nou, voor mij hoeft dat niet zo. Ik als bedrijf ook allemaal sorry moeten gaan zeggen. Ik bedoel, iedereen weet wat ik vind van dat sorry gezegd. Als er nu misstanden zijn, als er nu uitgebuit wordt, dan ben ik er erg voor dat dat aangepakt wordt en dat dat verandert. Maar waarom de directie van Douwe Egberts nu sorry zou moeten zeggen of voor iets wat 100 jaar geleden daar gebeurd is, nee, daar zie ik niks in. Dat blijft symbolisch nutteloos gedrag. Dus daar zie ik niks in. Oké, jij gaat binnenkort weer terug naar huis, hè? Morgen, kijk. Dus kunnen we de volgende opname kunnen we in de auto weer doen. Ja, ik hoop. Want de week daarna ben ik dus in de eerbalige DDR. Ja, ik had trouwens een kapotte accu van de week. Dus ik heb de ANWB twee keer op bezoek gehad die me even op weg hielpen.
Ik heb weer een heel ongelukkige aanrijding gehad. Een paaltje. Oh. Dus ik keer terug naar Utrecht met een ruilauto. Want mijn auto wordt op het eiland uitgedeukt. Door de ANWB? Nee, niet door de ANWB. Door een of ander uitdeukbedrijf hier. Ja, ik rij alsmaar tegen paaltjes aan. Het is verschrikkelijk. Maar goed, je kunt in ieder geval wel nog rijden. Ik kwam helemaal niet meer van mijn plek af. Nee, maar ik kon nog wel rijden. Maar er was toch iets zo misgegaan dat mijn band ook daardoor beschadigd was geraakt. Oh, dat ja, is niet goed. Ja, dat ik er nog leef is een wonder. Ik begreep dus dat zo'n accu van zo'n auto, die gaat dus normaal 5 jaar mee, maar zit er bij mij al 8 jaar in. Dus dat was, hij was wel helemaal op. Precies, dus dat is op zichzelf heel redelijk dat hij na 8 jaar versleten heeft, naar mijn idee. Ja, 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 ja. En ik wist helemaal niet dat ze bij Kanaleneiland heeft de ANWB zo'n grote garage. En daar kun je dan, hebben ze allemaal accu's op in het magazijn liggen. Dus, nee, ik heb hier dus... eigenlijk heeft mijn dochter het initiatief genomen om dat in deze kwestie aan te pakken. En dat was maar goed ook, want ik was een beetje van, ik denk, nou ja, kijk het even aan, dan rijd ik er gewoon mee terug naar Utrecht. Maar dat was levensgevaarlijk geweest. Dus heel verstandig dat het aangepakt is. En wat is de huurauto? Wat is het voor auto? Een Japanner? De ruilauto. Ja. Nee, een Koreaan. Ah. Okay. Precies, ze zijn in Kia. Niks mis mee, joh, al die auto's rijden tegenwoordig op dezelfde manier. Ja, precies, precies. Nou, dan wens ik je in ieder geval nog een fijne afsluiting van de vakantie. Ja, nee, zonnetje schijnt weer. Ik stap nu naar buiten in het zonnetje. Dus misschien dat ik toch nog even een wandelingetje kan maken vanmiddag. Dat zou mooi zijn. Nou, geniet ervan in ieder geval. Ja, hey, sterkte daar. Oké, Tom, adieu. Hoi, hoi. Ah, wacht even. Volgens mij is dat pure fictie. Er is een nieuw luisterboek. Het caretaker-kabinet Zijlstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouwenkiesrecht was ingevoerd, de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. Na kunstmatige intelligentie komt de kwantumrevolutie. En dat heeft misschien nog wel meer impact op je leven dan AI. Je hoort er nu alles over in C-Level. De podcast vind je via de link in de show notes. En in de volgende aflevering van Maarten van Rossum de podcast gaat het over Mona Keizer, die door Caroline van der Plas naar voren is geschoven als premierskandidaat voor de BBB. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op Maarten van Rossum de podcast. Druk op abonneer of op volg in je podcast-app. Je krijgt automatisch een ping als de nieuwe aflevering voor je klaarstaat.